Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn channel, Christel Bloem. Welkom aan de nieuwkomers. Bedankt voor de nieuwe abonnees dat ze lid zijn geworden. Ik ga vandaag weer een reading doen over de mannelijke tweelingziel. Wat gaat er in hem om? Dus dit is eigenlijk weer een kijkje. Kijk wat er nu afspeelt bij de mannelijke tweelingziel. En dan ga ik ook wat erin zijn, wat hij nou denkt en wat hij nou doormaakt. Dus de diepere emoties van de tweelingziel ga ik even met deze kaarten, diepere emotiekaarten, inzichtkaarten, ga ik even kijken wat er nu op dit moment speelt met hem. En hier is ook een aartsengel Michael kaart gebruik ik. En dan de After Tarot kaarten en de Rede Waitera kaarten. En dan gebruik ik ook nog de Indigo Angel cards. Dus we gaan eerst deze even kijken. Wat gaat er in hem om? Divine Masculine, wat gaat er in je om? Dit moment. Wat speelt zich af? Hoe voel je eigen? Ik zal er nog eentje doen. Ik voel dat ik er nog eentje moet doen. Dat is deze kaart. Dus ja. Even kijken. Hij voelt zich een beetje afgunstig. Verlangen, verlangen, verlangen staat er. En het houdt in. Ik zie in de spiegel een gezond getalenteerd persoon. Ik kan mijn eigen succes creëren. Ik zal het doen. Dus hij. Wat hebben de anderen dat jij ook wilt, staat er. Welke nutteloze gedachten en gedragingen beperken je geluk en succes? Zijn dergelijke gedachten realistisch? Kun je ze op de proef stellen? Welke persoonlijke kwaliteiten zou je kunnen helpen om je doelen te bereiken? Dus hij is een beetje afgunstig, denk ik. Op de, misschien de vrouwelijke tweelingziel, dat ze best misschien al ver is gekomen. En hij verlangt ernaar om ook dat te bereiken. Dus hij denkt, ik ben nog niet zo ver misschien. En zij is weer een stukje verder. Zij is een beetje, hij trekt zijn wenkbrauwen op van, oké. En hij wil ook zijn eigen succes creëren. En ik zal dat doen. Dus hij wil dat ook bereiken. Hij wil ook niet meer afgunstig zijn, maar ook, ja, ook dat bereiken wat de vrouwelijke tweelingziel al bereikt heeft. Hoe ver ze al gekomen is, dat kan hij ook zien natuurlijk. Tenminste, dat voelen. Dat voelt hij ook. En hier staat, ik heb een beslissing genomen en ik blijf erbij. Ja, hij gaat vastberaden zijn. Hij gaat de beslissing genomen en hij blijft erbij, zegt hij. Ik kan elk doel bereiken waarop ik mijn zin heb gezet. Ik geloof volledig in mezelf. Dus hij weet wat hij wil. Hij blijft bij zijn beslissing, hij is dan vastberaden. Hij wil niet meer afgunstig zijn. De volgende kaart is paranoia. Er staat, mijn realiteit heeft een betekenis. Ik zal die vinden. Ik hou me vast aan de waarheid en de wijsheid. Met hoop in mijn hart voor innerlijke rust. Ja, misschien is het nog een beetje paranoia. Maar hij is toch vastbesloten om de beslissing te nemen. En hij wil erbij blijven. Maar ja, hij vindt natuurlijk het wel eng om te doen natuurlijk. Hij verlangt natuurlijk wel naar de innerlijke rust in zijn ziel. Dat hij eindelijk rust krijgt. Want dat is natuurlijk verder zoeken geweest de laatste tijd.
Ja, hij ziet zich wel een beetje als slachtoffer. Staat ook, ik omring mezelf met mensen die me waarderen en respecteren. De dingen zullen veranderen. Een toekomst van zelfvertrouwen ligt voor me. Ja, hij moet de dingen gaan veranderen. En hij moet zich dus wel zien dat er een betere toekomst ligt. En dat hij meer zelfvertrouwen krijgt. Hij voelt zich een beetje slachtoffer, omdat ja, in deze situatie waar hij in beland is, waar hij uit wil. Maar hij is wel vastberaden om het te gaan doen, deze beslissing. En hij wil erbij blijven. Maar ja, hij voelt zich wel een slachtoffer. Waarom moest dit gebeuren natuurlijk? Waarom moest ik uit deze situatie? Dus ja, dat voelt hij wel natuurlijk. Ja, dat is wat hij dus, zijn emoties van deze mannelijke tweelingziel. Dan gaan we kijken wat hij ons te zeggen heeft op deze kaarten. Wat heeft hij te zeggen tegen de vrouwelijke tweelingziel? Oké, ik zal nog één doen. Nou, hij zegt dus, ik wil dus mijn eigen manifesteren. Ik wil dus dingen nou gaan creëren en uit deze situatie stappen. En ik wil sterk zijn. En hij wil dus manifesteren dat hij weer gelukkig is. Dus hij wil dus echt uit deze situatie. Hij is er dichtbij, voel ik wel. Ook moeder Maria. Die helpt hem erbij. Ze geeft hem liefde. Ze koestert hem. Ze wijst hem de weg. Ze heeft geeft hem moederlijke liefde. En ja, hij gaat zijn vrijheid tegemoet. Hij wil die sprong wagen. Hij wil vrij zijn. Dat wil je zeggen tegen haar. Tegen de vrouwelijke tweelingziel. Dat hij dus echt wil manifesteren. Hij zegt, je bent niet alleen. You are not alone. Je bent niet alleen. Ik denk elke dag aan jou. Ook al lijkt het misschien niet erop. Maar je bent niet alleen. We zijn met z'n tweeën. In de vijfde dimensie zijn we al samen. Voel je niet alleen. En ja, hij voelt zich misschien ook een beetje alleen. Maar dat is niet nodig. Jullie zijn alle twee niet alleen. Jullie komen samen. En hij gaat gauw genoeg zijn eigen manifesteren. En zijn vrijheid tegemoet springen. Moeder Maria, help hem erbij. En ook zijn gidsen en engelen. Dus ja, je bent niet alleen, zegt hij. En ik had ook een heel mooi teken. Ik was net een augurtje aan het pakken. En ik dacht, dat laat ik jullie even zien. En kijk eens wat voor augurtje ik heb gevonden. Die zitten echt helemaal aan elkaar. Ik heb het nooit gezien zo. Dus het is echt een tweeling, augurk. En zo krijgen mensen steeds tekens. Ze wisten dat ik deze reading ging doen, ook over tweelingzielen. Dus ik denk, nou, ik bewaar hem. Ik ga hem nog niet opeten. En ja, dit is wel een heel mooi teken van, ja, jullie horen bij elkaar. Jullie zitten echt aan elkaar vast. Jullie kunnen niet van elkaar af. Jullie zijn aan elkaar gegroeid. Jullie zijn eigenlijk één. En dit moest ik met jullie delen. Dit mooie wonder in de pot. Ja, ik wist niet wat ik zag. Dus ja, en ik heb nog een mooi speldje gisteren gevonden. Want ik ben altijd met speldjes bezig.
Kijk. Even kijken of je het kan zien. DM staat er. Divine Masculine. De mannelijke tweelingziel. De goddelijke tweelingziel. Goddelijke man, zeg maar. De goddelijke man. En ik had al deze eerder. De Empress. Dus ja, die horen bij elkaar. De Empress is... de moeder, de moederlijke liefde, de vrouwelijke tweelingziel. Ze is zwanger van het nieuwe begin. De zwangere empress. En ja, en daar hoort natuurlijk ook de reunion bij, union erbij. De tweelingvlammen. Moest kijken wat een mooie combi. Ja, dit hoort allemaal bij elkaar. Jullie komen in... reunie of in union. De mannelijke tweelingziel met zijn empress. Met zijn keizerin. En er komt een nieuw begin. Oké, dan gaan we kijken wat er in hem omgaat. In de mannelijke tweelingziel. Ik ga het ietsjes anders doen. Ik ga... wacht hoor. Ik ga dus eerste paar rijen, een stuk of zes kaarten hier. En onder doe ik twee rijen van de verklaring van de eerste rij voor de mannelijke tweelingziel. Dus het is weer ietsjes anders. Oké. Nou, het is wel duidelijk dat hij al dingen aan wil bieden. Ik wil één kaart doen, eerste rij. Dan zou ik op de onderste rij wat verklaring van die... verklaring voor de code. Nog een rijtje doen. Zo, nou. Dus het eerste rijtje is wat zich speelt. En dit is dus de verklaringskaarten ervoor. Nou, hij wil dus die pentacle aanbieden aan jou. Hij houdt zich vast aan deze relatie. Daarom wil hij die pentacle aanbieden. Vroeger was het wel dat hij dit... dat hij alles bij zich hield en niet eerlijk was. Maar nou, hij houdt dus vast aan die relatie. Dat voel ik wel, omdat hij pentacle aanbiedt. Want hij is echt, hij voelt zich verdrietig en alleen. Hij wil dit niet meer. Hij wil echt weer vrolijk zijn en gelukkig zijn. Want dat is hij op het ogenblik niet. Hij is echt treurig op het ogenblik. Want hij wil een fijn leven, een
vol liefde, emoties en gewoon alles delen met zijn vrouwelijke tweelingziel. Dat wilt hij. En een goed leven. Hij wil zich naar binnen haasten met zijn paard. Hij wil passie. En hij wil een nieuw begin met de vrouwelijke tweelingziel. Een goed leven in overvloed. Het universum geeft hem daar dat ook. Hij wil door die poort heen kijken wat er nog meer te koop is in de wereld. Van het leven genieten. Dus hij wil, iets van misschien een kleine financiële dingen met je delen. Maar hier wil hij ook zijn emoties delen met je. En dat wordt met de verduidelijkskaarten duidelijk gemaakt. Hij voelde zich dus gebonden, geblinddoekt, wist geen uitweg. Hij voelde zich niet prettig, maar hij weet zich te bevrijden. Hij wil die cup aanbieden, want hij voelde zich echt wel alleen gelaten. Echt, hij voelde zich niet fijn dat ze misschien zijn vrouwelijke tweelingziel hem alleen gelaten heeft. Of misschien is het andersom. Maar hij voelde zich alleen in de steek gelaten. Waarom ging ze weg? Ook al is het misschien dat hij wegging, maar dat gevoel heb hij van, ik voel me toch in de steek gelaten. Waarom moest het zo lopen? En daarom wil hij de cup aanbieden. Ja, er komt een torenmoment. De goddelijke energie, de goddelijke wereld, de goddelijke God gaat ingrijpen. Dingen die kunnen plotseling veranderen. Er komen grote triggers, waardoor dingen opeens ineenstorten. Kan heel plotseling gaan. Want het oordeel komt eraan. De goddelijke wereld zegt, nou is tijd om maatregelen te nemen. Ga eens in actie komen. Want als jij niet in actie komt, dan zorgen wij dat die toren komt in je leven. Waardoor je zo getriggerd bent dat je vanzelf wel uit deze situatie weggaat. En dat heeft zijn effect, want kijk, hij gaat de sprong wagen. En de zon gaat weer schijnen. Hij wil die cup aanbieden aan zijn vrouwelijke tweelingziel. Er wordt verklaard door deze kaart. Hij gaat weg uit deze situatie. Dat heeft allemaal gezorgd dat die torenmoment in zijn leven, waardoor er wake-up call was van de oordeelkaart van: kom door tijd. Ga nou maatregelen nemen. Heb geluisterd, waardoor hij die sprong heb gewaagd. En dan deze cup kan hij aanbieden. En de situatie kan verlaten. Om een leven te krijgen vol van liefde. Echt, het is overvloedig van liefde. Dat wil hij. Dat gaat gebeuren. Heel veel liefde in zijn leven. Kan niet op. En dan gaan ze feest vieren. Tijd voor feesten. Want er valt wat te vieren natuurlijk. En dat wordt verklaard door zijn koningin van staven. Hij krijgt zijn koningin. Zijn passievolle koningin. Aan zijn zijde. En dat wordt verklaard met de victoriekaart. Hij heeft zijn victorie. Hij gaat zijn koningin kronen.
Hier heeft ze al de kroon op. Dus hij gaat haar kronen. Er is feest. Een mooie combinatie als deze kan je niet krijgen. Dus ja, het ziet er heel mooi uit. Hij gaat echt zijn victorie krijgen. Nadat het torenmoment geweest is. En hij gaat luisteren naar de roeping, naar de trompet. Van nou is het tijd. Neem nou die sprong. Hij gaat de sprong wagen. Waardoor hij dus die cup kan aanbieden. Dus ja. Even kijken. Dan nog een paar van deze after tarot kaarten trekken. Nog een paar van deze. Dus ja, blijf nog steeds wachten op de mannelijke tweelingziel. Forceer niks. Blijf gewoon in je eigen energie staan. Neem het liefst geen contact op. Laat hem zijn ding doen. Kom, oké. Hij gaat dus de pentacle aanbieden aan zijn vrouwelijke tweelingziel. Nadat hij eerst ook diep in zichzelf heeft gekeken en zich teruggetrokken heeft. Om zich een beetje te voelen wat hij voelt. Om zich... hoe hij zich verder kan ontwikkelen en rust kan nemen, zodat hij goed bij zijn vrouwelijke tweelingziel aankomt. Hij volgt het licht. Hij kijkt dus echt diep van binnen. Gaat niet zoveel naar buiten, sluit zich een beetje af. Hij dus moet nog een beetje rusten en mediteren. Zijn vrouwelijke tweelingziel zal er zijn voor hem. Met de bloem. Ze geven hem ook die rust. Hij is al gewond uit de strijd gekomen. Maar zijn beschermengel helpen erbij. Zodat hij weer de sterke mannelijke tweelingziel kan worden. De emperor. En hier is de doodkaart. Alles loopt op zijn eind. Er komt een nieuw begin. Al het oude is geweest. En het nieuwe leven kan beginnen. Dus ja, ik ga nog een paar kaarten trekken wat hij ons te zeggen heeft. En nog een paar, die zal ik eerst doen. Aartsengel Michael kaarten. Eerst een paar kaarten aartsengel Michael voor hem. Wat je tegen hem wilt zeggen. En dan nog een paar kaarten voor wat je tegen haar wilt zeggen. De vrouwelijke tweelingziel. Eerst een paar kaarten voor hem. Nou, dat zijn 2, 3, oké. En dan een paar kaarten voor haar. Eentje gaan. Ja. Oké. Even kijken. Vraag aartsengel Michael om hulp in deze situatie, zegt hij. Aartsengel Michael, dank je wel voor je hulp bij de situatie. Help me alsjeblieft
om op elk moment vervuld van vertrouwen en vrede te zijn. Ja, aartsengel Michael geeft hem vertrouwen en vrede en de kracht om deze situatie aan te kunnen. Neemt de angst ook wat weg, dat hij niet meer zo bang is. Hij zegt ook tegen hem, de mannelijke tweelingziel, je bent op de juiste weg. Aartsengel Michael, ik roep je nu aan. Dank je wel dat je mij luid en duidelijk een advies hebt gegeven dat ik makkelijk kan begrijpen. Dank je wel dat je mij gemotiveerd hebt en de moed en het vertrouwen gegeven hebt om gezonde veranderingen in mijn leven door te voeren. Ja, hij is op de juiste weg. Hij weet wat hij moet doen. Na het torenmoment weet hij het helemaal. Dan neemt hij die sprong en gaat een nieuw leven beginnen. Richting zijn vrouwelijke tweelingziel. Gebeden zul je helpen in deze situatie. Ja, hij moet gaan bidden eigenlijk om hulp te vragen. Lieve God en aartsengel Michael, ik vraag je om goddelijke ingrijpen. Ik verwelkom jullie hulp en vertrouw en volg jullie advies in dankbaarheid en genade. Ik heb een wonder nodig. Ik vraag of jullie maar eentje op mijn pad willen sturen om deze situatie op te helderen. Ja, misschien bid je ook om deze situatie op te lossen, want het is soms heel gecompliceerd. Het is niet eenvoudig om hier uit te komen. Dus daardoor misschien ook dat torenmoment, dat er opeens zo een trigger is dat hij die beslissing kan gaan nemen. En dat hij de weg wordt vrijgebaand eigenlijk voor hem. En nou voor de vrouwelijke tweelingziel. Hier staat met frisse moed opnieuw beginnen. Dank je wel dat je mij nieuwe mogelijkheden geeft, je hulp aanbiedt en me helpt mijn verleden los te laten en te helen. Vervul mij met vertrouwen terwijl ik deze verandering in mijn leven ervaart. Ja. Met frisse moed beginnen in een nieuw leven met je mannelijke tweelingziel. Hij is veranderd en laat het verleden los en laat het helen. Want deze man is veranderd. Hij komt nu heel anders binnen dan hij eerst binnen was gekomen. Vertrouw erop en ga met frisse moed.